Het ministerie van Defensie heeft een groep militairen de medaille van trouwe dienst opgespeld op donderdag 16 december 2021. Minister Krishna Mathura benadrukte dat deze medaille een waardering is voor de trouwe dienst die de militairen bewezen hebben aan land en volk. Het gaat om ononderbroken dienst en inzet. De medaille is een teken van volharding en discipline. Voor mij als minister van Defensie een mooi moment, een bijzonder moment, een bijzondere dag, maar ik denk ook voor u. U heeft lang gewacht. Deze medailles hadden in 2016 aan u gegeven moeten worden. Daar maakt u aanspraak op. Dat heeft u niet gehad. Ik ben blij dat we het vandaag inhalen. Dat wij vandaag dat aan u kunnen geven. En dat u in de gelukkige omstandigheid bent dat u aanwezig kunt zijn om het in ontvangst te nemen. Twee van de mensen die hier aanwezig hadden moeten zijn, die zijn er helaas niet meer. En we geven de medailles dan aan de familie. Maar deze medailles die aan u hadden moeten worden gegeven in 2016, wat we vandaag aan u geven, is een markering van lange, trouwe dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan het Nationaal Leger, aan het volk en aan Suriname. En die dienstbaarheid die u getoond heeft, is niet zonder meer. Is niet vanzelfsprekend. Hier is al eerder opgezomd de omstandigheden waaronder u dat werk moet doen. Of heb moeten doen. Want er zijn een aantal hier die gepensioneerd zijn al. Het zijn de uitdagingen van het beroep. De risico's die u loopt. Maar ondanks alle tegenslagen. Dat u in staat bent geweest. Om de vele jaren. Defensie. Het Nationaal Leger. Land en volk te blijven dienen. En dat verdient waardering, dat verdient erkenning. En dat is ook vastgelegd in de wet. Er is een speciaal staatsbesluit waarin de waarderingen waarop u aanspraakt zijn vastgelegd. Het is niet aan mij of welke andere minister om willekeurig te beslissen, we gaan die wel geven en die niet geven, of we gaan het geven. Of niet geven. Nee. Er is iets waarop u wettelijk aanspraak maakt. Er is geen keus. Wij als leiders. Wij als verantwoordelijken. Wij als politieke ambtsdragers. Als leiders van de organisatie. Die moeten alles in het werk stellen. Om ervoor te zorgen. Dat datgene waarop u wettelijk aanspraak maakt. Dat u daadwerkelijk dat krijgt. Ik hoop dat vandaag de uitreiking een inspiratie zal zijn. Voor andere mensen die nog wachten. Dat het komt. Dat het het geloof zal versterken. Maar tegelijkertijd hoop ik dat dit een inspiratie zal zijn voor alle militairen. Alle militairen. En alle medewerkers. Om met nog meer enthousiasme. En nog meer verven hun werk uit te voeren. Ja, hun werk uit te voeren en Suriname te blijven dienen. Ik wil hiermee besluiten. Ik wil u feliciteren. Ik wil u feliciteren niet alleen, maar ook uw dierbaren. Uw gezinsleden, uw familie, uw collega's, de legerleiding, de directie. Wil ik feliciteren. Maar ik wil ze ook bedanken. Ik wil u bedanken voor uw geduld. Ik wil de directie en de legerleiding ook bedanken voor hun inzet. Dat we met z'n allen in staat geweest zijn dit te organiseren en dit te doen. Heel hartelijk dank. Iedereen die heeft meegewerkt. Heel hartelijk dank. Ja.
En uiteraard, we hebben net gezongen. Laten we blijven betrachten al wat goed is. Geeft ons land waardij. Dat hebben we net gezongen. Laten we het blijven doen. Dat we het goede blijven betrachten. Dat we het goede blijven betrachten. Ten slotte, als ik u niet zie, wil ik u hele mooie, gezegende, liefdevolle kerstdagen toewensen. Maar ook een hele goede jaarwisseling. En heel veel voorspoed, gezondheid, veiligheid, geluk in het nieuwe jaar 2022. Laten we met z'n allen ons blijven inzetten om ons land, ons geliefd land, te blijven dienen. Want dat zijn militairen. Militairen houden niet op militair te zijn na hun pensionering. Hun hele leven lang blijven ze militair. Dank u wel. Avant Bonari, u bent zojuist gedecoreerd. Wat betekent dit voor u? Het is wel een verrassing voor mij, want ik had dat echt niet verwacht. Ik dacht dat, want volgend jaar ga ik al met pensioen. Dus ik heb momenteel al 40 dienstjaren. Oké, ik heb nu 35 jaar gedecoreerd, maar die 40 moet ik nog krijgen. Maar volgend jaar ben ik al met pensioen. Dus ik hoop dat ook een, die 40 jaar decoratie ze me ook gaat uitnodigen. Ja, dus ik had echt niet verwacht. Ja, heel veel. Na lange tijd is, het, is de dag nu aangebroken dat we gedecoreerd zijn geworden. Dus ik ben wel blij. Heb ik een verblijf, boodschap nu. Hoeveel dienstjaren heeft u? Totaal heb ik 40 dienstjaren. Ik heb de 35 ontvangen, want voor die hadden we niet gekregen. Dus ik ben nu 40 dit jaar, heb ik. Nu pas krijg ik die 35. Dan heb ik nog één vraag. Wat vindt u ervan het feit dat de minister van Defensie moeite doet om eigenlijk inhaal te maken met de decoraties? Ja, iedereen is blij. Ik zelf ook. Dat we nu pas onze dingen hebben gekregen. We zijn blij. Deze minister. Minister, is vandaag een inhaal gepleegd met te decoreren. Hoe belangrijk is dit voor u? Heel belangrijk en een zeer bijzonder moment. Niet alleen voor mij, maar ik denk meer nog voor de mensen die jaren trouw het leger hebben gediend. Het land hebben gediend. Dat ze eindelijk in aanmerking zijn gekomen voor de medailles die daarbij horen. En de oorkondes die daarbij horen. Ja, 456 als ik het goed heb hoor. Ik heb het aantal net genoemd. Daarvan zijn er 100 zoveel gouden medailles en de rest bronzen en zilveren medailles. We hebben vandaag gaan we 100 mensen hier, ongeveer 100 zoveel mensen hier, een gouden medaille geven. En de rest van de medailles gaan we dus op hun afdelingen geven. En dat is in verband met COVID, dat we niet hele grote groepen hier kunnen halen. Dit doen we ook in twee groepen, dus vandaag waren hier 50 mensen. Straks komt er om 10 uur, een half elf dacht ik, een tweede groep. Dus ja, dat doen we. Zodat we inderdaad een beetje een stap maken om het in te halen. Ja, we hebben ons ingezet om ten eerste het leger op verschillende manieren. Ik heb bij mijn aantreden gezegd dat we het imago gaan verbeteren. En ten tweede het leger dienstbaar gaan maken. Eén op hun kerntaken en tweede ondersteuning. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn.
Er is ook wat het personeelsbeleid betreft, het HRM, Human Resource Management beleid betreft, het een en ander veranderd. We geven mensen waarop ze aanspraak maken, want ik blijf zeggen dat je het moet doen met medewerkers. En als je medewerkers niet gemotiveerd zijn, als je ze niet met respect bejegent, als je ze niet geeft wat hun toekomt, dan gaat die motivatie er niet zijn. Dus het begint met medewerkers. Maar niet alleen de beloning en waardering, ook de skills. Ook de kennis, de vaardigheden, maar ook de grondhouding is heel belangrijk. Van wie is een militair en wat behoort een militair te doen? En dat is waar we constant hebben gewerkt. Ik heb ook gezegd, veiligheid doe je niet vanuit een kazerne. Maar daarvoor moet je eigenlijk op het veld zijn. In de samenleving zijn. En we gaan militairen dichter bij die samenleving brengen. En dat doen we eigenlijk. Dus ik ben tevreden. Maar we zijn er nog niet. De uitdagingen gaan meer worden. En we gaan het leger moeten professionaliseren. En voorbereiden op de nieuwe uitdagingen. We hebben nu 3 opleidingen ongoing. Dat is de militaire politie. Dat is een onderofficiersopleiding en een officiersopleiding. Daar zijn wat kleine cursussen daarnaast ook gaande. Hospikken, trainingen en nog een paar andere trainingen. Dat is enorm belangrijk. En wat het curriculum betreft, denk ik dat we bezig zijn met een professionalisatie en samenwerking met Nederland. We hebben ook een MOU getekend met Nederland. En we zijn bezig te kijken hoe we de profielen van manschappen, onderofficieren en officieren kunnen aanscherpen. En hoe we het curriculum daarop kunnen afstemmen. Volgend jaar gaan we een grotere inhaalslag maken, omdat we hopen meer budget te hebben, want de medailles kosten geld, gouden medailles kosten geld, bronzen medailles, zilveren medailles en oorkondes kosten geld. Er zijn honderden. Dit wat we hebben is eigenlijk gouden medailles voor het jaar 2016 en het zijn meer dan 100. Dan hebben we nog gouden medailles voor 17, 18, 19, 20, 21. Dat zijn op zijn minst meer dan 600 medailles, totaal gouden medailles. En dan praat ik over zilveren en bronzen. Daar is het ook honderden medailles. Ja? Maar we hebben inventarisatie. Ik heb de aantallen niet bij de hand en niet uit het hoofd. Maar we hebben een hele gedegen administratie en inventarisatie gemaakt. En dat gaan we gewoon inhalen. Want dat zijn wettelijke bepalingen. En je kan niet zeggen van, ik ga me niet houden aan de wettelijke bepalingen. Want dat is slecht bestuur. Dus ik wil me wel houden aan de wettelijke bepalingen. En ja, dat is het.